Nou, daarmee maak ik de overstap wat meer concreet naar het onderwijs. Want tot nu toe was dit dus zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs toepasbaar. Ik wil je even laten zien waarom de docent die je daar ziet staan, en heel veel van jullie zijn docent, waarom die zo ongelooflijk belangrijk zijn voor duurzame ontwikkeling. Ik denk dat jullie dat nog nauwelijks beseffen. En het is werkelijk waar, docenten hebben een sleutelrol in de richting van duurzame ontwikkeling. Waar moet je eens kijken? Hier zie je staan dat als je een docent bent, dan heb je te maken met een aantal studenten die je via je onderwijs een stuk duurzaamheid kunt meegeven. En dan heb ik het over kennis meegeven, over vaardigheden en inzicht meegeven, en ik heb het zeer zeker ook over een bepaalde attitude versterken. Een duurzame houding bijbrengen. Dat laatste kun je bijvoorbeeld heel duidelijk doen door je voorbeeldrol als docent, als professional. Nou, als je dat doet, dan komen die studenten op een gegeven moment in de samenleving terecht, als professional, bij bedrijven, bij overheden, bij banken en noem maar op. En dan zie je dus hoe je als docent het werk van die bedrijven en zo kunt beïnvloeden. En dat is essentieel, want er zijn best een hoop bedrijven en overheden en die anderen, die reken ik er even bij, gewoon in het algemeen even bedrijven voor het gemak. Een hele hoop bedrijven die proberen duurzaam te werken, maar de een doet dat veel meer dan de ander. En dat hangt eigenlijk een beetje af van de vraag of er nou toevallig een aantal mensen op verantwoordelijke posities zitten die besef hebben van hoe belangrijk duurzaamheid is en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als je daar managers hebt zitten en andere mensen die keuzen kunnen maken, die dat besef hebben, dan gebeuren er duurzame dingen. Als je mensen hebt die dat eigenlijk maar flauwekul vinden, en die zijn er helaas ook, dan zal zo'n bedrijf weinig duurzaam werken. En hiermee kun je dat proces als docent beïnvloeden, maar we zijn er nog niet, want moet je even kijken. Nou is dit de situatie die je in 1 jaar tijd kunt bereiken, hè? Ja, er gaan jaren overheen voordat jouw studenten zijn afgestudeerd. En daarna jaren voordat die studenten hun positie in het bedrijf bereiken waarbij ze invloed kunnen uitoefenen. Want dat heb je natuurlijk niet zomaar te pakken. Dus in die zin veel jaren. Het is een traag proces. Maar ja, dat heb je met duurzame ontwikkeling nou een keer. Het gaat om intensieve dingen. Maar dit is het effect in ieder geval wat je als docent in 1 jaar werken kunt bereiken. Maar ja, het jaar daarop heb je weer studenten. En het jaar daarop heb je er nog meer. Moet je eens even kijken wat je als docent kan bereiken. Laat staan, als je dat niet als individuele docent doet, maar als docententeam van een opleiding, of sterker nog, van een compleet instituut, bijvoorbeeld voor engineering. Je kunt een immense invloed hebben op duurzaamheid. Dus met andere woorden, docenten, jullie zijn verschrikkelijk belangrijk. Jullie zijn allemaal nodig voor dit proces van duurzaamheid. Nou, wat betekent dat nou voor het onderwijs? Daar kun je hele ingewikkelde dingen voor maken. Dat heb ik dan ook gedaan. Dit heet een tabel 6, zoals je boven ziet staan. En dat komt omdat het tabel 6 is in mijn proefschrift. Ik ben vorig jaar op het onderwerp van duurzame ontwikkeling in het onderwijs gepromoveerd. En daar staat deze tabel onder andere in. En hij is nog niet af, want hij paste er niet op. Dat heb ik wel eens. Dat heb je vaker gezien. Dus er was nog wat meer. Maar goed, in ieder geval, het is niet de bedoeling dat je dit nu allemaal gaat lezen. Hè? Maar laat je ogen er eens wat overheen glijden en krijg een indruk van waar je allemaal naar kunt gaan kijken. Gelukkig hoeft dat niet allemaal in 1 keer gerealiseerd te worden. En bovendien, een hele hoop daarvan heb je in de praktijk natuurlijk al lang. Want het onderwijs is al jaren in beweging. En gemiddeld genomen, ondanks allerlei klachten in de pers, in Holland-affaires, fraude-affaires, weet ik veel. Maar gemiddeld genomen is het HBO ontzettend goed bezig. Al decennia lang. En ik weet het, want ik heb het bestudeerd. Het is ongeveer 40% van mijn proefschrift. Dus het is wetenschappelijk vastgesteld. Het HBO doet het ontzettend goed. En daar mogen we trots op zijn. Dat wordt veel te weinig gezegd. Zo, applaus voor jezelf.